gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen hebben vandaag mantelzorgers en vrijwilligers gevraagd om mee te denken over het nieuwe beleid. We hebben vanavond een discussieavond, of een gespreksavond eigenlijk, met vrijwilligers en mantelzorgers over het nieuw te ontwikkelen beleid. Er is natuurlijk heel veel veranderd in de afgelopen jaren met betrekking tot de wetgeving in het sociale domein. De gemeenten hebben veel meer verantwoordelijkheden gekregen. En dat betekent dat we als gemeente ook met nieuw beleid aan de slag moeten. En vanavond beginnen we bij de mantelzorgers en de vrijwilligers. Dat zijn de mensen die staan aan de wortel van al dat werk. En die gaan ons input leveren op het beleid wat wij met elkaar als gemeente Beverwijk en Heemskerk samen gaan maken. Corina, vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de mantelzorg, voor het compliment daarvan als blijk van waardering. Hoe staan de gemeentes hier tegenover en de mantelzorgers en de vrijwilligers? Nou, we hebben vanaf 1 januari 2015 zelf de mantelzorgwaardering opgepakt. En de afgelopen weken hebben wij daar al flink wat reclame voor gemaakt. Vanaf eigenlijk gisteren is huis in huis begonnen om iedereen een brief en een folder uit te reiken. Zodat men zich, als ze mantelzorger is, zich op kan geven om een mantelzorgcadeau te krijgen. En de mantelzorger ben je als je langer dan 3 maanden, 4 uur per week voor iemand zorgt in je directe omgeving. Dat kan je kind zijn, je partner, je moeder of de buurvrouw. En waar moeten deze aanmeldingen naartoe? De aanmeldingen kunnen, op de achterkant van de folder staat een adres, dat is het antwoordnummer. En dat is in Beverwijk. Alle inwoners van Heemskerk, Beverwijk en ook van de gemeente Velsen kunnen daar hun aanvragen heen sturen. En dan krijgen ze te zijner tijd hun VVV-bon, hun cadeaubon, thuisgestuurd. Waar moet de mantelzorger zich nou aan voldoen? Nou kijk, mantelzorg ben je natuurlijk al heel snel als je zelf de zorg hebt voor iemand in je naaste omgeving. Hè. Wat Corina aangeeft, je vader, je moeder, je kind, je broer, zus, noem maar op. Maar het kan ook een buur of buurvrouw zijn. Wat belangrijk is dat je het in principe onbetaald doet. Hè. Dus je doet het gewoon omdat je dichtbij iemand staat. En als je dat meer dan 4 uur per week doet en je doet het al wel langer dan 3 maanden. Sommigen doen het al vele jaren. Ja, dan ben je in principe gewoon mantelzorger. En als je mantelzorger bent, dan ben je dus heel erg belangrijk. Niet alleen voor degene voor wie je zorgt, maar eigenlijk voor de hele gemeenschap. Het is op dit moment, doordat er steeds meer mensen langer thuis blijven wonen, ook meer behoefte om mantelzorg te verlenen. We zijn echt op zoek naar mensen die het leuk vinden en ook fijn vinden om een mantelzorger te ontlasten. Je wordt erin begeleid. We gaan ook voor zorgen dat je daarvoor een cursus gaat krijgen om te weten hoe je de mensen goed mogelijk kan begeleiden. Omdat ook best voor een mantelzorger een hele grote stap is om zijn partner of een kind achter te laten bij een vrijwilliger die daar wel voor opgeleid is, maar ja, die toch niet van een eigen natuurlijke band heeft met de mantelzorger of met degene waarvoor gezorgd wordt. Waar kunnen deze vrijwilligers naartoe, mochten zij dat willen? Op de brief die huis in huis verspreidt, staat ook aan de achterkant waar je ook kan aanmelden, ook het telefoonnummer van Maatje Z. En daar kunnen mensen zich altijd aanmelden als ze het leuk vinden om mantelzorg ondersteunen te worden. U bent hier om mee te denken over hoe de ondersteuning van de mantelzorgers eruit moet komen te zien. Waar loopt u zelf tegenaan in de praktijk? Je loopt eigenlijk tegen heel veel dingen aan. Ik heb, even kijken, mijn man heeft nu 6 jaar Alzheimer. En dan begin je dus eerst met de veranderingen van zijn karakter, van allerlei dingen. En daar heb ik wel een cursus voor gedaan. Dus dat was eigenlijk wel een hulpje. Hè, hoe je, dat je wat makkelijker met degene om kunt gaan. En dat heeft me veel steun gegeven. En er zijn dan verder dingen die gaan nu steeds meer spelen. Dat je kunt veel minder. Hè. Je wil wel eens een dag weg. En nou ja, dan moet je zeggen van nou, dat kan eigenlijk niet. Of dan wil ik heel graag een vrijwilliger zou ik eventueel kunnen hebben die dan zegt van nou, ik kom wel een tijdje bij je zitten of we gaan wat leuks doen. En dat is natuurlijk wel zo. Zo'n iemand moet natuurlijk ook wel een beetje klikken hè, met degene waar die dus bij moet zijn. En dat is allemaal niet zo vreselijk gemakkelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Als je dat, en ik ben dus daarom ook hier op deze avond om een beetje mijn licht op te steken. Om te kijken hoe je daar dan een beetje wat mee kunt gaan doen. Wat gaan jullie nog meer doen in de toekomst voor deze vrijwilligers en de mantelzorgers?
Nou ja, wat ik al aangaf, door de veranderingen in de wet en de grotere verantwoordelijkheid die gemeenten hebben gekregen, is het natuurlijk erg belangrijk dat wij ook nieuw beleid gaan maken om ervoor te zorgen dat mantelzorgers beter in staat zijn om hun belangrijke werk te doen. Een mantelzorger is gewoon heel zwaar, voor heel veel mensen soms te zwaar. En het is aan ons als gemeenten, samen overigens met alle organisaties die op dat vlak ook heel actief zijn, denk bijvoorbeeld aan Maatje Z, om ervoor te zorgen dat mantelzorgers beter kunnen worden ondersteund en kunnen worden ontlast op het moment dat ze het een keer te zwaar hebben. En daar moeten we maatregelen voor nemen en maatregelen voor bedenken met elkaar. En daar beginnen we vanavond mee om na te denken van welke maatregelen zouden dat kunnen zijn.